Het Rode Plein in Moskou eerder vanmiddag. Ogenschijnlijk lijkt het een gewone zondag en zoals elke zondag komen veel toeristen, Russen en buitenlanders naar het meest centrale plein van Rusland. Alleen er is een probleem vandaag. Alle toegangen tot het plein zijn gesloten en plaatjes met het mausoleum van Lenin zitten er voorlopig even niet in. Volgens de politie is het plein gesloten vanwege noodreparaties en heeft het niets te maken met de flashmob die vandaag door de oppositie was gepland op het rode, of witte, zoals ze het voor de gelegenheid hebben gedoopt, plein. Deze agent strijkt met de hand over zijn hart en zorgt ervoor dat sommigen er alsnog in slagen om zich te laten vereeuwigen op dit wereldberoemde plein.